Yo, what up gasten, jij gaat nu kijken naar de re-upload van de Versus, die offline is gehaald door... Fuck Bassie, Bassie en Adriaan, dankjewel Anouk. De Versus is van 2 weken geleden, hiermee is alles begonnen van de Fuck Bassie week. Wie ben ik nou om die niet te re-uploaden met nieuwe foto's, waar ik zelf in sta als Bassie en Adriaan. Veel kijkplezier. En hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe Versus. Ik dacht dat ik hallo ging zeggen. Nou, doe jij dat dan maar, Jordi. En hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe Versus. Nou, dat klinkt... Oh, de toon is al direct beter als jij dat doet, ja, sorry. Ja, inderdaad. Ik leg die klemtoon gewoon op. Hallo iedereen, net op. En hallo iedereen, hoor je dat, die klemtoon? Moet ja, jij... Jordi, probeer eens. Emotioneel, man. Oh, probeer eens. En hallo iedereen. Nee. En hallo iedereen! Op de en hallo iedereen! Ja, kijk, dat klinkt toch veel beter. Ik bedoel maar, kijk. Wat dacht je van Yo What Up gasten? Welkom bij deze nieuwe Versus. Dus vandaag doen we de jeugdseries! Wat dacht je van, hey schattige dauwdroppetjes? Oeh, zouden we kunnen doen? Ik zit direct te denken aan 1001 grappen, maar dan krijg je altijd weer dat gezeik. Ik zit direct te denken aan een nieuwe Versus, genaamd beste YouTube catchphrase. No way. Dat is altijd Yo What Up gasten geweest. Of BANJA! Maar in ieder geval, vandaag doen we de jeugdseries. Jordi, begin maar met je 30 seconden. Nou, mag ik nu? Ja. Want ik heb een Skype er zeg maar niet bij staan, dus ik weet niet... Nu, okay, je moet nu, oh, nu, nu! Oh, Oké, nou, aan de rechterkant zien jullie een zwart-wit personage. Je vraagt af, Jordi, wat is dat zwart-wit personage? Sorry! Wat heb je nou met 30 seconden te verpesten? Dit zwart-wit personage is Rutger Hauer. Rutger Hauer, ook wel bekend van Soldaat van Oranje. Bardo, houtjes moe, is gewoon... heeft in Floris gespeeld. En Floris van Rosemont was een van de vetste ridders uit mijn jeugdsentiment. En geen enkele clown of acrobaat kan dat verbeteren. Nou, netjes gedaan. Floris van Rosemont, ik zweer het. Iedereen thuis, ga dat even kijken. Het is vet. Het is echt super vet. Al ik genoot ervan als kind. En ik heb hem, even kijken, in de zomervakantie heb ik hem, op DVD heb ik hem weer gekeken. En echt serieus geweldig. Nee, het punt is, met name gewoon vroeger vond ik dat ook al kut. Ik weet nog wel mijn buurjongen dat altijd keek. Toen vond ik het ook al kut. Je hebt het zelf kut. Nou hé. Doe eens. Ik maak wel gebruik van mijn 30 seconden. Ja, doe maar. Bassie en Adriaan, beste serie ooit. Sorry, ga maar door. Deed jij net ook. I know. Ik geef jou je moment, maar Bassie en Adriaan, iedereen kent het wel. Moet ik uitleg geven? Huh? Moet ik dat doen? Nee. Ja, waarom ik ben echt tot ik reageer nu in de reactie beneden Bassie en Adriaan. Ah. Klik de video weg, is het enige wat je hoeft te doen. Waarom heeft Bassie een rode neus? Wat ik dus altijd dacht is dat Adriaan gewoon aan mij zouden stomp tegen zijn neus had aangegeven. Nou, Bassie heeft een rode neus omdat de kerstman seks heeft gehad met Rudolf de Red-Nosed Reindeer. Maar dan krijg je eerder een hybrid van een rendier en een mens. En Bassie is geen rendier. Maar hij heeft wel een rode neus. Rudolf de Red-Nosed Reindeer en de buik van de kerstman. Waarom kwam er nu pas mee? Het is het kerst geweest. Nou, maar in ieder geval, de 5 minuten gaan nu in. Yeah. Wow. Dit is echt zo'n drama nu al. Dit is gewoon echt een kutversus nu al. Ja, laten we het hebben over die kutclown. Laten we het begin maar over die kutclown. Wat is er met die kutclown? Waarom is het zo leuk? Ik vond het vroeger leuk. Hè? Ja, het is niet dat ik er nu nog eens van sta te popelen, joh. Waarom kies je het nu dan? Ik kies het nu omdat ik er vroeger weg van was. Ja, nou... Ja, dat is toch logisch? Het gaat over je jeugdserie. Ja. Iedereen weet, Bassie is een chagrijnige lul. Ja, en dat vind ik zo knap. Hij weet dat... Sorry? Jamal weet dat ook. Die zag hem. Of die heeft hem gesproken. Ja, maar het is toch algemeen bekend dat Bassie een lul is? Maar dat neemt niet weg dat hun vroeger gewoon een van de beste dingen ooit hebben verzonnen. Moet je nagaan. Hey, jij en je broer zitten op middelmatige leeftijd te werken in een circus. En je denkt bij jezelf... Oh god, we hebben geld nodig, alleen we hebben geen zin meer in het circus. Wat doe je? Je reist Europa rond, verzint een slecht script en gaat daarmee geld lopen cashen als een motherfucker. Dat is wat Bassie en Adriaan hebben gedaan. Lui achterover leunen, een half jaar toeren door Europa en dan noem je het de verborgen schat of wat dan ook. Briljant. Weet je wat ik pas briljant vond? Nou... Ari en Bastiaan. Weet je, je zou denken, waar hebben ze dat idee nou vandaan?
Nou, Arie en Bastiaan was gewoon fucking origineel. Maar toen kwamen er Clown en Acrobaat en noemden zichzelf Basti en Adriaan. Ze hebben gewoon alles gestolen van Arie en Bastiaan. Het waren gewoon twee flikkers op zoek naar de verloren dildo. Nou, nou. Kijk, en dat hebben dat ze... Dat betekent nou... alleen maar dat er meer succes is. Nee. Er is een gat. Meerdere variaties van Basti en Adriaan kunnen hit worden. En hun blijven maar geld verdienen. Ik vond Basti en Adriaan en de verloren dildo veel leuker dan de verloren schatkaart. Nou, dat is mooi voor jou en Floren Ridders. Ja, nou, daar heb ik ook nog steeds niet over gehad over Floris. Nou, dat is toch mooi? Ja. Ik denk ook niet dat er mensen thuis zitten te popelen om nu wat te horen over een zwart-wit ridder die in een maillot dingen loopt te roepen tegen mensen. Laat even reëel wezen. Ik denk dat mensen dat niet hebben. Praat maar over Basti en Adriaan. Die zwart-wit ridder in een maillot hoeft niet. Door mij weten mensen wel af van Floris, want op mijn eigen kanaal heb ik de catchphrase, ik heb de katphrase, Oldenstein. En dat is van Floris. Nee, ik hoop dat je er gelukkig mee wordt. Ja, ja dat ken ik. Bedoel, ik ga toch ook niet als Banjo Movie slogan nu slagroomtaartjes doen? Even aan de binnenkant van mijn oogjes bekijken, puur omdat ik wil dat mensen Basti en Adriaan kennen. Weet je, ik snapte dat nooit, hè? Even aan de binnenkant van mijn oogjes bekijken. Ik kwam pas laatst achter dat hij gewoon echt zijn ogen dicht deed en dat je dan aan de binnenkant van je ogen kijkt. Dat snapte ik later pas, gewoon echt. Ja, dat is dan het niveau, hè, waarom jij toch naar Ridder Floris kijkt. Ja, want dat was gewoon lekker makkelijk, weet je. Oldenstein! Ja, tchik, tchik, tchik. Ik snap het wel. Er zit een zwaard onder mijn oksel. Ah. Ik snap dat Basti en Adriaan wat dat betreft wel moeilijk was. Drommels, drommels. Ja, dat was inderdaad wel moeilijk. Misschien bedoelt hij dat biermerk wel, dacht jij natuurlijk als afdrist. Dommels! Nou, Even luisteren, wat ik wel grappig vond aan Basti en Adriaan, was die B100. Of die Harry. Inderdaad... Of Harry met die bom. Ik denk trouwens echt, dat we moeten nu wel... Roep jij nog even iets over Floris de Ridder? Nee, ik vind Basti en Adriaan best wel stoer, maar ik bedoel, Floris is veel stoerder. Nou oké, dus heeft Basti en Adriaan bij deze al gewonnen, je hoeft niet meer te reageren. Ja, maar kijk, je vergelijkt nu met twee jeugdhelden met een super vette serie. En waar mensen gewoon onwijs weinig van af weten. En natuurlijk, dat is hetzelfde als met Nintendo versus Bethesda. Of wat dan ook. Mensen zullen eerder kiezen voor wat ze kennen. En niet voor wat ze echt zo super leuk vinden. Want eerlijk... Ik durf te wedden dat heel veel mensen Floris gewoon niet kennen, de Ridder-serie. En mensen kiezen gewoon eerder voor iets wat ze wel kennen, dan iets wat ze niet kennen. Mensen zijn ook bang voor het onbekende. Dat wordt eerder ook gezegd. Nou ja, nee Jordi, dit gaat om het jeugdsentiment. Ja, mensen zijn dit bang is voor gewoon het jeugdsentiment van deze mensen is gewoon Basti en Adriaan en niet een of andere zwart-wit idioot in een maillot. Wat Ernst en Bobby dan? Sorry? Ernst en Bobby dan? Ja, die hebben we niet benoemd. Had jij Ernst en Bobby gekozen, had je een eerlijke strijd. Ja, of kijk, Telekids, dat was ook gruwelijk. Of CatDog, SpongeBob, Pokémon. Ja, maar dat zijn geen jeugdseries, kom op. Dat zijn gewoon televisieseries. Kan jij mij vertellen dat je vroeger niet met Pokémon kaart op het schoolplein hebt gestaan en niet stiekem droomde dat je Pokémon trainer kon worden? Misschien. Dat zijn jeugdseries. Dat is jeugdsentiment. Ja, misschien. Daarom, het is allemaal jeugdsentiment. Je had Pokémon moeten kiezen. Niet de zwart-witte idioot in de maillot. Ja, maar ik denk dat we het hierbij moeten laten, want de gong ging net helaas. Maar ik moet wel eerlijk zijn dat dit een hele losse versus was. En op zichzelf staande, hè? Ja, maar het was ook niet echt eerder van argument op argument. Het was gewoon eerder gewoon een beetje slap lullen. Ik bedoel, ik denk dat mensen het ook wel weer leuk vinden om een keertje. Ik ben heel benieuwd. Laat weten in de reactie beneden of jij dit leuk vond. En als je niet leuk vond, zeg je op het moment vooral op Banjo Town. Dat kan je doen in de beschrijving hier beneden. Oh, dan hebben we nog maar 3 subscribers over. Ja, de echte. Die gaan weer iedereen zijn abonnement op moeten zeggen. Mocht dit je leuk lijken, mocht je mis willen klikken, klik dan op abonneren om je abonnement weer aan te maken. En mocht je dit nog leuker vinden, maak dan even een tweede account aan en abonneer er ook even op Biotown. Ja, dan valt het niet op dat de rest van Biotown zijn abonnement heeft opgezegd. We vallen door de band. Oh god. Iedereen, bedankt voor het kijken. Jordi droeg deze video geen broek. En volgende week zijn we weer... Wacht eens even. Wie wel? Oké. Okay. Zelfs Rick droeg geen broek. Ik zie niet bij. Heb je gisteren die video wel gezien, man? Gisteren zaten we vooral naakte gamen. What the fuck? Oh ja, die kan je kijken door naar YouTube.com/Banjo Town te gaan doen.
Oh, nee, dat wou ik niet doen, maar ik had het eerder van dat gewoon naakt zaten. En dat is allemaal jury schuld. Precies. En wat wil je nu mee duidelijk maken? Dat ze een abonnement op moeten zeggen op Biotown om ervoor te zorgen dat wij naakt moeten gamen. Dat. Ja, ik weet jou kan praten. Alsjeblieft, dankjewel, geen probleem. Nou, laten we beginnen met het afronden van de video. Wat? Ik dacht eigenlijk dat je eerst zou zeggen afronden van deze idioot. Maar oké. Afronden! Oh, zou ik het alle plezier en liefde doen. Jouw afronden. For once and for all. Iedereen bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren hier beneden. Geef een groen duimpje. En Jordi, dat is de gast die hierbij was. Ja, en alleen, abonneer geen ook leuk even op en zo. Want dat vergeten jullie meestal. En er staat zeg maar ook een linkje beneden. Daar staat mijn kanaal in. En Bardo's kanaal staat er ook, maar daar moet je even naartoe gaan. Dan moet je spammen op zijn kanaal dat hij lelijk is. En dan moet je naar mijn kanaal toe gaan en dan moet je abonneren. Ik denk dat iedereen snapt dat je dat dus niet moet doen. Laat ook weten in de reactie beneden wie er heeft gewonnen. En gasten, blijf voor het kijken. We checken jullie. Volgende week en later. Hoi. En de dag daarna.